Een hele goede morgen. Het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Het onweert, het regent, het is gewoon kut weer. Dus ik ben even niet op de regen gekleed, dus dat wordt rennen. Rennen, onze rennen. Even wat eten halen en dan naar binnen blijven. Het wordt echt vies weer, geloof ik. Dus, jas op die lolly. Echt weer een issue met eten. Of ik kan groente met roksaus maken, of met gele curry en kokos. Of met basilicum roomsaus. Ja. Nou. Ik ga maar voor de groene curry vandaag. En dan doen we morgen die. En let op, gaat er veranderen. Fijn, ik lag lekker op bed. Maar ik kan niet slapen. Ook overdag niet. Dus ik word over drie. Dus ik ga maar om eten beginnen. Want ik heb weer het hoogste werk natuurlijk. Ja. Gewoon een nieuw eten, een balletje brood. Wat nog overvalt in de vriezer. Ze eet pizza uit de vriezer. En ik maak mijn groene curry. Ja. Een tweedaags weekend. Druk weekend. Was hij niet. Ga koken. En het is groene curry geworden. Toch wel trek in, maar het is meer kip dan groente, geloof ik. Maar lekker. Was is slag een stuk tv. Kijk, daar stuk tv. Lachen. Andere meid is ook thuis en die gaat er gelijk weer vandoor. Ja, nu gaat halen. Ja. Ik kan niet goed aan. Ik ga bij haar, maar bij Anita wonen. Die heeft echt leuke kleding. Nee, wel gezegd, schat. Een hele goede morgen. Het is donderdag? Ja, aangekleed. Ja, het is al kort 12 of zo. Vanmorgen gewoon zo smoel en geen zin om de vlog te openen. Dus bij deze. Dus ik ga weer weg. Ik ga even naar toko, want we eten sato soep vanavond. Dus ik moet even spulletjes halen bij de toko. En daarna ga ik even naar de Jumbo. Want ik heb trek in een sapje. Dus ik ga het even een sapje halen en een sapje. En dan ga ik weer naar huis. En daarna weet ik het nog niet. Zo, zon gaat schijnen. Yay! Gastie lolly! Aangezien ik gek ben op ijskoffie, zag ik het kleine blikje bij de toko. Ik ben benieuwd. Kennen jullie dit? Ik drink altijd die van Douwe Egbert of van Starbucks. Dus ik ben benieuwd. Zoals ik al zei, niet zuipen. Nou, Rasje komt thuis en die heeft heerlijke wentelteefjes gemaakt en recept komt online. Hola. Hola. Zeg maar dag YouTube. Dag YouTube. Is het leuk op school? Ja? Oké. Ze heeft niet veel te zeggen. Doei. En het is weer heerlijk zomers weer. Jezus. Lekker hoor. Nou, dag zomer. En dan sta ik weer die klote kip te pruisen. En dan moet ik gelijk aan die lifehack denken. Met die mixer. Ja. En blij dat ik niet gevlogd heb. Het zit nog allemaal keukenkastjes. En nee, laat ik niet zien. En we gaan eten. Zatelsoep. Bakken aardappels. En een kind dat niet in beeld wil. Een hele goede morgen. Nou, dat groeide hem af. Het is vrijdag, bijna weekend. Team No Sleep, dag 4. Top. Dus we gaan mijn dingen doen en dan. Ik veel. Parkeer ik mijn kut maar weer ergens en dan ga ik maar even in rustmodus of zo. Ik heb echt een druk weekend voor de boeg. Outfitje houden ook simpel: truitje, pipabroek, villa's. Gastilolly. Ik heb alle spiegels in huis schoongemaakt. Tering was dat nodig. De gang ziet er ook niet uit. Dus, maar goed. Hubby is ook weer blij. Onze gereedschapskist is binnen. Niet gesponsord trouwens. En deze moeder gaat zitten. Ik zou dus even zitten. Even rustmodus on voordat alles weer binnenkomt stormen. De meiden zijn vroeg vrij. Zijn vanmorgen samen met de tram naar school gegaan. Super gezellig. Dus ziek eruit, joh. Oompa loompa. I don't give a fuck. Dus. Ik heb de was gedaan, ik heb het huis gedaan, boodschap gedaan, spiegel schoongemaakt,
Och, die meiden zitten over met de klauwen aan. Ik snap het niet. Spiegel, kijk je erin. Zit hier met de klauwen aan? Zeik, Florie. Maar goed. Och, even 5 minuten zitten, want ik heb mega paar poot. Och, haar bungelt er echt zo bij. Zo weer bijna een jaar geleden. Zo. Maar goed. Dus, even chillen. En daarna is het weekend. Druk weekend. Zondag is mijn kindjaar. Dan komt deze vlog online. Hij komt later online, maar dat ook al aangegeven op de site. Dus eerst even mijn kind feliciteren op de site. En een paar uur later komt de vlog. Ja. 14 jaar is ze dan. Jezus man. Mijn kleine draakje. Dat zijn al 2 draakjes. Supermeiden. Echt supermeiden. Hun zijn echt mijn drijfveer, weet je dat? En Ron natuurlijk ook. Vergeet echt mijn zielsmaatje niet. Soulmate, zielsmaatje. Dat is echt mijn allesjes. Ja. Zonder hun zal ik je niet, laat ik het zo zeggen. En dat is niet zielig bullshit gedoe, maar nee. Ik denk als ik geen vent had en niet getrouwd was geweest en geen kinderen had, ook al in de pijp had geweest. Ja, maar hun zijn elke dag weer mijn drijfveer om door te gaan. Ah, heerlijk. Ah, happy mom. Dus. Maar goed, ik dwaal weer af. Ik ga tv aanzetten en dan. Zen. Ja. Nou, ik ga koken. Voor mezelf. Ik eet roerbak. En dan rest eet stokbrood. Ja. Een hele goede morgen. Het is zaterdag. De zon schijnt. Het is droog. Kind laat wat vallen. Goedemorgen. Ja, aangekleed. Nou, laat ik zo zien. Gauw weer standaard. Pieperbroek, truitje. Ik ga het even gauw wat eten halen. Daarna ga ik nog even wat dingen van de site wegwerken. Daarna moet ik een cadeautje halen. Want mijn Little Diva BFF is jarig vandaag. Of nee, is niet jarig vandaag. 40 verjaardag vandaag. Kelly. Is van mijn BFF Momo. Momo. Monique. Dus daar gaan we even heen. Ik en Ros. Want Ron gaat weg en Nia is aan het werk. Dus we zijn allemaal opgesplitst vandaag. Ja. Chaotisch. Daar is de bijna birthday girl. Morgen schoonheid. Dus, ja, dat is de planning. Ja. Zo, morgen. Dus. Oh, je komt niet in beeld. Kijk, dat is makkelijker. Oh, maar dan ben ik lekker met zo'n mierman. Maar is het toch al. Was het toch al. Dus. Oh, Stefan, oh, ik ga bukken en dan ga jij omhoog staan. Spook. Dus. Ik heb het gewoon uit. Oké, ik ben gewoon witjes in de ochtend. Witjes? Zit gewoon geen kleur op? Dadelijk heb je ook geen kleur meer. Nee, dus. Ga zitten, Lolly. En wat ik al zei, outfit is less simple. Ja, dus. Less simple outfit. Dus, let's go. Kelly. Kelly. Geef je kus? Geef je kus? Een kusje geven? Nee. Kusje geven. Je hebt een Rachel de Pomp. Kom met je moer. Kom dan. Een kusje geven. Kusje? Mwah. Alsjeblieft. Zijn er weer? Ze hebben 100 brokken. En weg is ze. Ja, kom hier dan. En deze vleermuis? Kijk, dit is B. Ik vind het leuk. Oh, maar die is ook onwijs leuk, man. Kijk hier, jong. Zo, en voor mijn kinderverjaardag sta je ineens in de keuken. Die spesjebonen te knippen. Want ik moet opschieten. Want ik moet op tijd eten. Want ik moet vroeg weg. Hij is begint om 6:30. Nou, ik moet altijd uitrekenen hoe lang ik daarvoor moet eten. Om geen last en pijn te kunnen krijgen. Want je snapt natuurlijk dat ik geen zin heb dat ik daar op de ijsbaan zit en ineens een crash krijg. Dus dan eet ik maar wat vroeger. En dan hoop ik dat het goed gaat. Hoop ik. Duimen. En anders neem ik wel een paar extra medicijnen mee.
moet ik toch meenemen, want ik heb echt mega pijn in mijn been. Dat is gewoon niet te doen. Ik snap ook niet hoe het kan. Als ik hem aanraak, zeg maar, tijdens het lopen, dan voel je ook gewoon echt dat dat beweegt. Not nice. Dus, misschien van de week even slim om het ziekenhuis te bellen. Om hem even na te laten kijken. Dus, maar goed. Kinderverjaardag was kort, maar gezellig. Morgen zijn ze hier, dus dat is wel leuk. Ja, heel kut. Ah, sorry. Niet de kontjes erin. Waarom moet ik ook uitgerekend, als ik het druk heb, spersiebonen gaan eten? Het gaat weer nergens over. Oh, ik verlang zo naar een normaal leven. Dat ik gewoon zeg van, nou ja, goed, we eten vanavond gewoon een puntje of een tostietje. Zitten we deze moeder niet in, helaas. Maar ja, zeg nooit nooit. En eigenlijk mag ik niet zeiken, want het is mijn eigen stom op school. Terwijl ik er zo bij loop, toch? Dus, leuk hè, slappige hoer. Maar goed, ik ga het even gauw de spersiebonen doen. En dan ik ga hem eten maken. En ik heb deze gekocht, niet gesponsord dus. Gaan we eens proberen, ik ben benieuwd. Deze reeds proef namelijk. En ik zit gezellig al met deze meid in de auto. Want we gaan de hoort op. Ik heb mijn vlogcamera thuis gelaten, dus ik vlog met mijn telefoon. Het zal wel helemaal kut zijn, maar het is even niet anders. Dus, let's go. Mag ze mee even de kamer? Ja. Kom. We zijn weer onderweg naar huis. Ja. Maar dat is leuk. Maar ik ben nou zat. Dus ga lekker tussen naar de auto.